We staan hier echt aan de oever van het Leekstermeer bijna. En hier zit de blauwborst te zingen al de hele afval 2 weken bijna. En dit is de Lucinia svezica, of in gewoon Nederlands de blauwborst. Het is het broertje van het roodborstje, maar ziet er duidelijk anders uit. Hij heeft een helderblauwe keel en borst met een zwarte en roodbruine band. Tijdens de wintermaanden verblijft het vogeltje in gebieden langs de Middellandse Zee. Maar nu de temperatuur in ons land stijgt, laat het blauwborstje zich weer zien in bijvoorbeeld de Lettelberter Petten, waar René Oosterhuis natuurbeheerder is. We lopen even naar dat bosje toe, dan staan we een beetje uit de wind. Hij lijkt heel erg op de roodborst, maar dan heeft hij een blauwborstje. Dus die komt hier voor. Die komt echt juist wat meer in moerasgebieden voor. Terwijl het roodborstje bij mensen in de tuinen voorkomt. Die blauwborst zie je vooral in dit soort gebieden. Veel ruigte, riet, met her en der een struikje of een boompje. Dat is een favoriete biotoop. Blauwborst hoort wel echt bij het voorjaar. Dat is echt het soort op het moment dat die... we staan ook lekker in de zonnetjes. Echt zo'n soort die als de zon begint te schijnen. Als het echt voorjaar wordt, dan begint hij ook te zingen. En het is echt wel een soort dat je zegt van... Nou is het voorjaar echt begonnen. In de Lettelberter Petten, het gebied dat door het Groninger landschap beheerd wordt, gaat het afgelopen jaren eigenlijk heel goed met de blauwborsten. 5 jaar geleden zaten we op ongeveer, iets rond de 100 in de onlanden. En dat is nou al, vorig jaar was het al verdubbeld naar bijna 200. En als je nu om je heen kijkt, lijkt het erop als het er nog veel meer zijn. Kijk, iedereen moet nog de tellingen doen, dus daar komt straks aantallen pas uit. Maar het lijkt erop dat het er echt fors meer dan 200 zijn. Is dat iets wat jou tot blijheid stemt? Ja, het is een zeldzame soort. En natuurlijk in de onlanden ben je met elkaar bezig om een heel groot moerasgebied te maken. En daar hoort de blauwborst gewoon bij. En als hij het dan ook weet te vinden, en er zijn er heel veel, dan is dat wel toch een beetje kroon op je werk. Tussen 1900 en 1970 is het aantal blauwborstjes flink afgenomen, waardoor de soort zeldzaam werd. Door het droogleggen en verkavelen van broekbossen, veenmoerassen en beekgebieden nam het leefgebied van de vogeltjes flink af. In 1970 kwam er een kentering. Ja, hij heeft het jarenlang deed het niet zo goed. Je ziet nu dat overal in Noord-Nederland, of in heel Nederland, maar voornamelijk ook in Noord-Nederland, allerlei grote moerasgebieden zijn ontstaan. Ja, daar voelt hij zich prima thuis. En daar zie je hem gewoon nu mooi een aantal toenemen. Je zei het al, hij leeft eigenlijk diep in de vegetatie. Hoe leeft hij? Waar leeft hij van? Hij eet insecten, dus zo gauw die in het voorjaar aankomt, dan komt hij hier aan op het moment dat de eerste insecten ook wakker geworden zijn, zeg maar. Dus dan kan hij insecten eten. Het is eigenlijk net als een roodborst, ook een vogeltje die heel veel, niet op de grond scharrelt hier, want dat kan haast niet zoveel ruigte, maar wel echt lagen door de ruigte heen kruipt. En je ziet ze dus ook bijna niet. Alleen het bijzondere is dat nu zo vroeg in het voorjaar, dan zijn die mannetjes die proberen een vrouwtje te veroveren. En die baken hun territorium af. Dus die gaan, en dan gaan ze in topjes van bomen zitten zingen. Er zit ook nog geen blad aan de bomen. Dus deze maand is echt perfect om blauwborsten te zien. Sterker nog, dat spotten kan eigenlijk alleen in deze maand. Tip van René is om op een zonnige en windstille dag op pad te gaan. Ga dan naar een rietveld of moerasgebied. En als je dan een vogeltje ziet dat in de top van boompjes of struikgewas het hoogste lied zingt, dan is de kans groot dat je een blauwborstje gespot hebt.